Op het moment dat de brand uitbrak, waren er een paar mensen in de kringloopwinkel, maar die wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Nou, we hadden in eerste instantie de ernst niet door. Dus de klanten naar buiten gehaald, dus we dachten om een klein brandje ging. Maar ja, als we terugkomen, nu merken we dat het toch wel vrij heftig is. Door de hevige rook werden de Amperestraat en de Fahrenheitstraat afgesloten. 5 woningen werden ontruimd. U mag niet meer naar huis? Nee, ik mag niet meer naar huis. Woont u naast? Of? Ik woon naast de kringloop. Ja. Dus ik dacht, ik ga even mijn dochter halen en dan gaan we weer gauw naar huis. En even kijken of alles goed is, maar ik mag er niet meer in. Burgemeester Van Aartsen kwam zelf nog even langs om de situatie ter plekke te bekijken. De brandweer wist ervoor te zorgen dat het vuur zich niet uitbreidde over het hele pand. Wel hadden ze moeite om de brand te bestrijden vanwege de hitte in de kelder. Omdat de brand zich hevig ontwikkelde en behoorlijk wat hitte zeg maar, teweeg bracht, hebben wij besloten onze mensen terug te trekken. Er waren ook geen mensen meer in het pand. En op dit moment zijn wij volop bezig om de temperatuur naar beneden te krijgen, om vervolgens weer het pand in te kunnen en de brand te gaan bestrijden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Ook is nog niet bekend hoe groot de schade is.